Joep is blij. Want zijn glasvezel komt eraan. Sneller internet. Moet nog deze weg helemaal zo. Naar huis. Maar ze zijn eindelijk begonnen. Nu even pauze. Oeh, ze gaan al helemaal tot aan het huis. Bijna klaar. Alles wel netjes aan het maken. Als het goed is, wordt nog gras ingezaaid. Nu zijn ze de gruis aan het storten. Fieber. Dat is veel. Echt veel. Ja, alles tegelijk hier, hè, vandaag. Geen stenen in je hoofd stoppen. Alles gaat mee van de spullen. En dan gaan de spullen. Allemaal in de verhuiswagen. Ik kan het niet zo zien. Ja, echt hè? Wie zijn ik hier dan papa? Echt waar? Hij kan helemaal naar de zijkant toe. En we hebben weer een lege schuur. En een volle vrachtauto. Succes Timo. Wat zeggen we dan? Dag! 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 Tot de volgende keer! De laadgap klapt niet dicht. Doei! En stoelen met papjes en poort. Beste schoonmaker, 2.0. Makkelijke manier. Komen ze schoon eruit. En de stofzuiger die zuigt alle rommels op. En de bessen vallen naar beneden. En Loor is de blauwe bessen eruit aan het vissen. Laat je tongen zien. Laat die tongen zien. Laat de tongen zien. Zo, eerste werkzaamheden zijn begonnen. De mannen van de fieber waren zo aardig om hier alvast even een gat te graven. Dan kan Joep hier beginnen met de uitbouw. Uitbouw. En dan kunnen hier de waterleiding naar buiten en de riool naar buiten. En dan kunnen we het in het voorjaar kunnen we die van buiten nog aansluiten. Yes. Maar Morris wil het eigenlijk gebruiken als zwembad. Ja, dus we kunnen er een badbron in zetten.
daar zijn we bezig. Anna. Naomi is bezig om overtollig zand weg te scheppen. Zodat we hier een stuk van de uitbouw kunnen maken, dat we genoeg ruimte hebben om de grote vloer te isoleren. Goed zo, Morris. Kijk, ga maar door. Nou, dan hebben we nog even te graven. Lore. Goede bla. Cheers. Cheers. Klappa. Klappa. Ja. Cheers. Nou, de kast is een beetje vergane glorie. We hebben er ook niet echt veel tijd en liefde in gestopt. Maar we hebben toch nog heel wat courgettes kunnen plukken, hè, Morris? Ja. En wat nog meer? Ik weet... Komkommers, toch? Ja, en tomaten. En nog wat tomaten, ja. Of ze nog groot worden, dan moeten we even kijken. Maar hier is nog een beetje boerenkool en een beetje peterselie. Oh, en volgens mij... Hier hebben we nog een paar van die boontjes. Oh, kunnen we deze plukken dan hier? En dit is nog een soort van kool wat we kunnen. Een munt hebben we hier. En hier hebben we toch een pepertje nog. Dus die plukken we maar allemaal. Ja. Kom, ik... Maar de komkommers is helemaal ingezakt. En de tomaten is één grote jungle, maar... Weinig rode tomaten. Ze zijn nog allemaal groen, hè? Ik wil die pak. Hier, zo, doe maar in het tasje. Oeh! Goed zo. Hey Morris, wat zijn we aan het doen? Rap. Zijn we aardappels aan het rapen? Rap. Nee. Kijk, daar liggen er nog een paar. Nog een paar planten te gaan. Pak je ze, Morris? Nee, dat was mijn moeder. Hier. Daar. Ja, daar. Opsa. Pak daar mama mee hierheen. Ja. Maar ik heb niet goed gekeken. En hier liggen de aardappels. Hier aan de andere kant. Er zit nog heel veel aan. Kijk eens. Oh, goed zo. Wat heb je daar, Morris? Huh? Een appel. Appel. En waar komt die vandaan? Hebben we die daar geplukt? Uit de boom? Mm-hmm. Kijk. En dit zijn de... ongeveer 10 liter aardappels. Kraanvogels.